Een diepe financiële put, maar ook met tal van gekwetsten. Zo is Mark de Grijze opnieuw afwezig. In zijn plaats speelt de Marokkaan Ermouki die zijn debuut maakt. Anders Nielsen, die woensdag tegenviel, zit terug op de bank. Voor het overige relatief weinig volk opgekomen voor deze risicomatch. Er zijn zo'n 3000 toeschouwers, waaronder nog behoorlijk wat Gentse supporters. Vrijtrap voor Kortrijk met Stales achter de bal. Het was wel heel ver uitgekomen van Erpoel. De mogelijkheid, de eerste redding van Erpoel, nog niet gedaan. We zitten nog altijd in de eerste minuut. En meteen daarop de counter van Agent met Ronald Fauguin. Kapt zich goed vrij, bal iets te ver van de voet. Afgeblokt, actie nog niet afgelopen. Vreven met het schot. Wat een start van deze wedstrijd. 1 minuut en 10 seconden gespeeld. En al twee goede mogelijkheden. Omritsom. Keita de diepte ingestuurd. Erpoel eruit. Te ver. Keita scoort. Ik sprak daarnet van een start in deze wedstrijd. Goed 3 minuten zijn we weg. En de eerste goal is er al. Salif Keita. Overgekomen van Racing Genk met zijn 3e al dit seizoen. Kijk, Erpoel zag je daar nog even in een flits. Te ver uitgekomen. En dan is het makkelijk in het lege doel. Salif Keita. En 1-0 voor Kortrijk. Ingooi, Douwe en Vreven hinderen elkaar een beetje. Vreven werkt in de voeten. En Erpoel moet redding brengen op dat schot van Peter Jacobs. Ermouki. Goed samenspel, Dragutinovic nu. En veel volk van Gent voorin. En Dragutinovic kan opkomen. En daar moest de gelijkmaker er zijn. Maar het lange been van Cédric Roussel was net niet lang genoeg. Frank Douwe. Bij Roussel, Fauguin vrij. Aantrekkelijke wedstrijd en een goed schot waar de koeier moeite mee heeft. We hebben nog altijd maar 8 minuten gespeeld. Makkelijk weggezet door Bert Lameyre en Demkin kan aan de haal. Bij Gent nemen ze toch wel risico's en Demkin alleen op Erpoel af. Die redding brengt, nog niet gedaan. Demkin dit keer tegen Rancic aan. Roussel met de voorzet, opgevangen door De Lorge. En die bal gaat erin. Het is 1-1. Na goed 20 minuten spelen. Verdiend voor Agent. De kansen, de beste kansen waren voor hen. Nu de uitbraak aan de linkerkant van Roussel. Martens onder de bal door. De Lorge helemaal vrijgelaten. En mooi in de verste hoek. Vrij trap met Peter Jacobs achter de bal. Voor zijn linker geschepte bal. Die er net naast gaat. Fauguin. Weer een goede opening voor Dragutinovic. 3 tegen 2. Sandy Martens vraagt de bal aan de tweede paal. Dragutinovic egoïstisch. Maar hij maakt het wel af. En Agent 1-2 voor na 33 minuten spelen. Wordt daar gefeliciteerd door Roussel. Martens vroeg de bal. Dragutinovic besloot zelf. Kreeg de bal daar gelukkig terug van de koeier. Even nog struikelen en dan met rechts in het doel. En Gent op voorsprong. Stijn Meert met de ingooi voor Peter Jacobs. Die is overgestoken van de linker naar de rechterkant. Golle levert in bij Meert. Jacobs nu weer. Goeie voorzet, Keita. We zaten al in de toegevoegde tijd. En Kortrijk bijna aan een gelijkstellend doelpunt via Salif Keita. Helemaal vrijstaand. Erpoel jaagt die bal weer naar voren terwijl het direct begint te stortregenen. Dragutinovic krijgt de bal moeilijk onder controle. Geeft een dan voor Fauguin. Goeie ingreep van de koeier. Leuke eerste helft met tal van mogelijkheden, kansen. En uiteindelijk 3 goals. Eentje voor Kortrijk en 2 voor Gent. Jacobs goed naar binnen. Diepe bal voor Keita legt hem af. Heijmans afgeblokt. Nog eens Heijmans. En een tweede keer Frederik Erpoel. Ermouki
Gooit de bal voorbij Frank Douwe. Die zoekt de opening aan de rechterkant bij de Lorge. Roussel kan hij de bal nog voortrekken. En binnengekopt door Foguen. En een geruststellende voorsprong voor Agent. Na goed 5 minuten in de tweede helft. Ronald Foguen goed aan het spelen op de plaats van Mark de Grijze. Hij is er ook om af te werken. Roussel sterk. En die bal nog perfect voorgetrokken. En makkelijk binnengekopt door Foguen. 1-3 voor Gent. Goed de bal afgesnoept door Dragutinovic van Bert Lamère. Dragutinovic voor zijn linker. Draaide die bal over. Veel volk van Kortrijk voorin blijven hangen. De Brabanderen onder meer. Het schot. En dat gaat erin. Hij staat nog maar een minuut of twee op het veld en hij scoort de aansluitingstreffer voor Kortrijk. Koen de Brabanderen, zijn tweede al in deze competitie. En zo 2-3. En Boekie met de vrije trap richting Roussel. Maar die heeft er helemaal geen steun. Keita vindt daar goed kolom af die nu in de achtervolging moet. Keita zet zich door, de gelijkmaker, jawel! In 2 minuten tijd van 1-3 naar 3-3 voor Kortrijk. We zitten nog altijd in het eerste kwartier van de tweede helft. En Keita, kijk eens hoe goed hij daar op de been blijft. En dan knap ingeschoten. Zijn 4e doelpunt al in deze competitie. En de bordjes weer in evenwicht. 3-3. Een wissel bij Agent, waar de Lorge eruit gaat. In zijn plaats komt Anders Nielsen. Anders Nielsen kreeg de bal eraan gereikt van Foguen. Veld begint te hobbelen. Dragutinovic krijgt de bal tot bij Nielsen. En het is 4 voor Gent tegen 3 voor Kortrijk. Met nog een klein kwartier te spelen. Gent beloond voor zijn aanvallende intenties. Bleef komen achteraan man op man. En dan de mogelijkheid voor Nielsen. Even nog een Kortrijkse voeter tegen. En zo binnen. 3-4 de score. Meert in het centrum alleen Keita. Al komt daar ook nog Bonen. En daar gaat Meert wel heel makkelijk liggen. Meert die daar naar binnen kwam. Ermoekje die uitgleed. En dan bleef Meert wel over dat been hangen. Uitkijken voor Anders Nielsen. Dragutinovic nu op het goed voor Foguen. Prima redding van Erik de Koeier. Houdt Kortrijk voorlopig in de wedstrijd. Bert Lamère stuurt die bal diep. Doorgekopt, de Brabanderen. Damsic ging al liggen, de Brabanderen nog. Gelukkig voor Gent was er nog Herpoel. Een goede minuut voor het einde. Zelf tot bij de opkomende Foguen. En in steun, Anders Nielsen. Geen buitenspel. Foguen met een hakje. Roussel in het zijnet. In de slotminuut zitten we ondertussen al. Al meer dan 3 minuten aan het overspelen. Het Kortrijk dat voluit voor de aanval kiest. Op zoek nog naar een punt. En nu afgelopen. Einde van een leuke, aantrekkelijke wedstrijd met 2 ploegen die voor de aanval kozen. Veel goals ook gezien, 7 in totaal. 3 voor Kortrijk, 4 voor Gent. Kortrijk blijft op de laatste plaats en Gent nog eens 3 winstpunten.